Goed zo, Kate. Goed zo, Luc. Lekker, hè? Goedemiddag, het is vandaag woensdag. En ik heb vandaag even een make-uploze dag, zoals jullie kunnen zien. Gewoon omdat ik eigenlijk even vanochtend geen zin had om allerlei make-up op te doen. En ja, ik hoef niet zoveel te doen vandaag. Dus ik denk lekker even gewoon mijn haar in een knot. Geen make-up op mijn gezicht. Morgen ook zo lekker dat ik weer heel veel door de hele... Hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Mag ik verder komen? Ja. Hoe heet jij? Fien. Oh. Hoe heet jij? Katie. Wauw. En ook voor dit. Als het koud heeft buiten. Oh, ja. En het is nu best koud buiten, hè? Ja, vies. De echte vlag. Hallo, wie ben jij? Ik ben mama. Mama? Ja. Dit is eigenlijk een vlagje. Dit is zeepapier. En dit is een liedje. Ga je ook een vlag mee maken? Oh, nou zie ik het, ja. Het lijkt op een vlag. Ja. Wat voor ogen jij hebt? Ja, blauw. Echt waar? Ja. Ja, ik kan het zien. Je blauwe ogen. Ja, ik kan je echt goed zien. Ja. Zie jij mij ook? Ja. Ja! Mama, waar ligt die boekje? op de bank. Op de zijkant van de bank. Nee, bij de leuning. Daar. Ik kom zo hier terug. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En zoals jullie horen is Luc een beetje in een... piepbui, denk ik. Ik weet het niet wat hij heeft. Want hij heeft net lekker gegeten, gedoucht, geslapen. En hij wil nu niet in de box. Hij heeft vanochtend al in de wipper gezeten. Dus ik heb hem nu even lekker op zijn bank gelegd. Met wat speelgoed. Maar hij heeft er gewoon geen zin in. Dus ik ga even kijken wat er aan de hand is. Ik denk dat het vooral is dat hij van alles wil wat niet lukt. Dus ik ga maar eventjes helpen. Wat is er allemaal aan de hand? Heb je er geen zin in? Ja, je wil van alles en je wil spelen en het lukt niet. Nou, Luc is net eens bij mij in slaap gevallen. Hij wilde echt helemaal niks. Niet op de bank spelen, niet in zijn wipper, niet in zijn box. Ik denk sowieso dat hij een beetje weinig heeft geslapen. En ja, ook dat zijn tandjes gewoon gaan doorkomen. Dat hij daar echt wel last van heeft. Dus ik laat hem nog heel even liggen en dan geef ik hem wat te drinken. Want dan moeten we zo meteen Katie uit school halen. En heb ik dus eigenlijk niks kunnen doen in huis. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Maar goed, zo'n lief klein slapend babytje, dat is ook niet verkeerd natuurlijk. Je bent een stuk blijer, hè? Heb je sok uitgetrokken? Ja, dit doet Luc nu dus de hele dag. Allemaal leuke geluidjes maken. Ik zie er trouwens echt super moe uit. Maar ik ben ook echt wel toe aan weekend, merk ik. Moet een beetje bijslapen. Zometeen Katie ophalen. Ik ga nu eventjes de lunch klaarmaken. Luc ligt hier lekker op zijn buik, op de bank, met de rocker en alles eromheen. Zodat hij er niet af kan vallen. En hij is al één sok kwijt en we zijn lekker aan het oefenen met spelen op de buik. Hij vindt het overigens niet altijd leuk, dus hij zal zo wel een beetje gaan zeuren. En ik moet ook een beetje opschieten, want ik moet zo Katie uit school halen. Plus een vriendinnetje die hier zo komt spelen. Maar ik ben net bij het postkantoor een pakketje wezen halen. Die wilde ik nog even openmaken. Dus even kijken wat erin zit. Als het goed is weet ik het natuurlijk wel. Ja.
AliExpress heb ik broekjes besteld. En alle andere broekjes die ik binnen heb gehad, die waren... Ja, ik kom je helpen. Oké, ik moest Luc dus eventjes helpen met omrollen. Ik wil de shoplog opnemen van AliExpress, maar alle broekjes die ik nu heb binnengehad zijn allemaal te groot. Nou, geeft dat natuurlijk niet, beter te groot dan te klein, maar ik hoop dat deze dus nu wel gaan passen. Nou, ik denk dat deze ook nog een beetje te groot zijn. Maar ze zijn wel echt super leuk deze. Kijk, ik heb er één met panda's. En één met vosjes. Even kijken hoor, dit is de voorkant, de achterkant. En één met beltjes. Ja, maat 80 is het, want ze hadden dus niet echt de andere maat. En ik denk dat dit nog een beetje te groot is, zo te zien. Maar goed. We wachten even rustig af totdat hij erin past. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik zie er ontzettend verkouden uit. En dat ben ik ook. Mijn ogen die voelen echt heel dik. En mijn keel doet zeer. Mijn neus snot verkouden. Katie heeft de hele nacht gehoest. Luc is ook heel erg verkouden. En ja, ik ben echt heel erg blij dat we dit weekend helemaal geen afspraken hebben. En ik ga dus ook helemaal niks doen. Tenminste, heel weinig. We gaan wel iets heel erg leuks doen vanavond. Want Luc gaat voor het eerst eten. Dus hij krijgt zijn eerste hapje. En natuurlijk gaan we dat eventjes filmen. Na ruim 4 jaar heb ik de Avent stomer en blender weer eventjes uit de kast gehaald. Even schoongemaakt. En ik ben hem nu aan het testen. Ik moest weer even zoeken naar mijn bakje, maar ik heb hem nog. Dus ik heb er nu 100 ml water in gedaan voor 10 minuutjes. Nou, zonder de groenten. Eerst eens even kijken of hij het nog goed doet, maar zo te horen wel. En dan kunnen we vanavond voor het eggie aan de slag. Ik heb nu de worteltjes in de stomer gedaan. En we zijn aan het wachten totdat het klaar is. Dan gaan we lekker eerst een hapje proeven. En dan gaan we nu stomen. En dan gaan we straks lekker eten. Zie je dat? Zo, we hebben worteltjes gemaakt als eerste hapje. Het moet eventjes afkoelen. Likken, likken, likken. Wat is dat? 1, 2. Hou de proeven. Goed zo, Kate. Goed zo, Luc. Lekker, hè? Geef hem nog maar een hapje. Goed zo. Geef keer. Zo. Alles wat ik over heb, heb ik in Aventbekers gedaan. En die zet ik in de vriezer. En eentje in de koelkast. En dan kan Luc de aankomende dagen even lekker wat proeven van de beentjes. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Of het is eigenlijk al middag. En ja, zoals je ziet gaat het hier in huis niet echt veel beter. Ik ben ontzettend verkouden. Gelukkig niet echt ziek. Maar nou ja, mijn holtes die doen echt zeer. En ja, ik denk dat ik een flinke verkoudheid te pakken heb. Katie die had vannacht 39,5 koorts, dus die is echt ziek. Die heeft lekker bij me geslapen en die ligt nu de hele dag op de bank. Ja, Luc moet ik een beetje in de gaten houden. Maar ja, ik ga vandaag dus niet vloggen. Want ja, we zijn gewoon allemaal niet helemaal fit. Ik ga deze vlog afsluiten dan ook voor deze week. Want ik ga niet meer vloggen. Ik ga gewoon lekker chillen de hele dag. En theetjes drinken en Katie een beetje aandacht geven. En ja, ik hoop dat jullie desondanks toch een leuke vlog vonden. En ik hoop jullie dan ook weer volgende week te zien bij een nieuwe weekvlog. Tot dan!